Nou, dat een potje hebben ze daar. Maar die doen het ook niet slecht, die belofte. Die doen ook wel leuk. Spelen ook wel leuk voetbal. Ja, heel goed doen ze het. Maar ze hebben ook vrouwenvoetbal. Ja? Ja, en er speelt ook een meid daar bij Robin, heet ze. Ze heeft vroeger ook weer bij Ajax vrouwen gezeten. En die ging ze naar buitenland en later ging ze naar buitenvelden en van voetbal nog. En die is nu ook bij AFC gaan voetballen. Dat is ook een heel leuk team wat ze hebben bij AFC. Die Grant is in de kleedkamer achtergebleven. Ik ben op zondag altijd, zondag. Ja, ook vrouwen, maar die AFC speelt op zondag meestal. Die vrouwen van AFC op zondag. Ga ik ook af en toe kijken bij die zondag vrouwen van AFC. Vinden ze ook leuk als ik kom. Als ik dan de film voor hun en op YouTube zet, kunnen ze hun eigen terugzien. Die vinden ze heel leuk. Hebben ze gezegd tegen mij vorige keer. En tegenwoordig weet ik nu hoe ik het op YouTube moet zetten met de filmbeelden. Alles wedstrijden. Alles zeg ik, helemaal wedstrijden, alles. Alleen die wedstrijd wordt in vier stukjes. Vier stukjes. De eerste helft wordt twee stukjes en de tweede helft twee stukjes. Dat kan niet in één keer. Hoe dat is, weet ik niet. Dat weet ik ook niet. De eerste helft wordt niet in één stukje opgenomen. Wordt in twee stukjes opgenomen. De tweede helft ook in twee stukjes. Weet je niet mijn YouTube kanaal, ken je die niet? Weet je die hier beter van mij? Oh. Wie is er uitgegaan dan? Wie? Die krent is er nog in. Oh, die Weert. Is die Weert. Dat is een beetje geblesseerd. Met die kreupel iets zo. Is die Weert. Dames en heren, jongens en meisjes, de wissel van Ajax is niet nummer 15, Jesse de Grant, maar nummer 11, Ashley Weerens heeft het veld verlaten. Hadden wij al gezien, hadden wij al ontdekt. Doe je nou pas mee. Ping pong pong. Zou ik geblesseerd zijn? Hè? Trompie? Weet ik niet. Ik ook niet. Nee. Nee?
Oh ja, Nikita, Nikita Tromp die komt dit seizoen niet meer te voetballen. Nee, die heeft een zware blessure opgelopen. Maar ze liepen hier wel net, zeg ik. Maar dat werd zo begrepen toen. Nikita Tromp heeft in de training iets opgelopen, dat ze dit seizoen niet meer kunnen voetballen. Zo ineens, in de training. Verkeerd ingegooien. Hij heeft verkeerd ingegooien. Dat leer je toch wel bij de pupillen, of niet? Nou ja, als je bij de Ajax op de ziet. Ja, bij de Ajax hebben we dus geen alles daar. Dan kunnen ze zelf met 10 man voetballen. Als ze niet 11 mensen hebben, of als ze geen keeper hebben, dan doen ze maar een veldspeler in het doel zetten. Ja. Een verdediger in het doel zetten, zoals vorige keer. Dat weet ik wel. Dat kan alles. Daar, elke week moeten ze maar afwachten hoeveel spelers ze hebben. Wie het kan, wie opdacht dan. Twee warm van Ajax net. Twee warm gelopen. Nu moeten weer twee anderen warm lopen. Ja, ga jij maar weer een keer. Trainer van ADO, hou je maar rustig. Je kunt er allemaal aan de hand. Noordam. Dino Noordam, ook pas een huis gekocht. Pas een huis gekocht met een vriend. Dino Noordam. Kom op Ajax. Dit zit een slottig voetballer, come on. Come on Ajax, come on. Uit het spel, Tini Hoekstra. Tini, Tini. Uit het spel. Ik moet de vorm naar kijken. Wat? Die krullen komt niet. Ja, die is ook van die andere. Van die andere gekomen. Die heet wat is ze nou ook weer? Wat is ze nou? Ik weet even niet hoe ze heet, maar ze komt ook van de belofte vandaan. Ze hebben een paar jaar. Ze zit er wel al langer bij. Ze zit al 2 jaar of zo zit ze hier al. Eén keer heeft ze een keer een belangrijk doelpunt gemaakt toen een keer, toen ze mocht spelen een keer. Weet ik nog wel. Come on. Come on, Ajax. Met je cijfer er zijn, hoor. Thank you.
vanaf sta je gelijk als je wint. Ja? Gelijk met Twente sta je dan. De Twente heeft daar midden gespeeld, omdat die moet inhalen nog. Met PSV. Dan sta je wel gelijk vanavond. PSV nog wint van hun, dus daar blijf je gelijk staan. Als die PSV die inhaalwedstrijd wint. Maar eigenlijk moet alles winnen, je mag niet veel verliezen. Tot het einde van het seizoen. Je hoeft Twente winnen. Dat zijn de wedstrijden, daar gaat het om. Zo Ajax dit seizoen misschien kampioen worden. Veel over hebben spijt van dat ze weggegaan is hier. Dus ze wou met het kampioenschap afscheid nemen. Toch? Dat zei ze toen, toch? Daar hebben ze haar contact verlengd. Om nog een jaar hier te spelen. En dan was ze kampioen worden. En de boze kampioen misschien. En dan is zij weg. Daar baalt ze ervan. Maar dat hou je toch niet. Je weet het niet. Het kan ook zo zijn dat Twente wel kampioen wordt weer. Twente koopt gewoon beter in met spelers. Die hebben gewoon beter beleid met spelersbeleid, toch? Twente. Twente koopt beter in dan Ajax elke keer. En sommige spelers blijven ook een paar jaar langer bij Ajax. Hun spelen dan hier bij Ajax. Hier bij Ajax gaan ze te snel weg allemaal. Twente is toch meer een warmer club dan Ajax. Een warmer club. De spelers willen toch meer langer bij die club blijven spelen dan hier. We zien wel in business. Niks. Die voorzet is niks, die voorzet. Dat is door de keeper af weer. Polakki. Nu gaat Suzanne Bakker maar even staan. Suzanne Bakker gaat staan nu. Die trainer van Ajax nu. En dan maar even staan. Suzanne Bakker. Dit mag allemaal. Geel! Mag allemaal, jongens, dit. Doe jij het een keer, dan krijg je wel een gele kaart. Scheids opgekocht. Matchfixing. Chinese, veel mensen achter hem. Chinese. Ado de Haag met de Chinees. Was toen wat met de Chinees, toen van Ado. Gelukkig hebben ze die nou niet meer. Nu zit Dikkie advocaat, Dikkie. Zit daar nu, Dikkie advocaat. Dat was lekker gewonnen nou, hè? Ja, nu gaat hij wel weer goed. Het gaat Dikkie advocaat alleen maar erom om in die competitie te blijven, niet te degraderen, te lachen, dat hij eruit moet. Nummer 3.
Ik weet niet wie dat is precies. Wat er is toch die... die Roos nog wat, dacht ik. Of niet? Dat niet de Roos. Ja, Roos dacht ik, Roos. Roos nog wat, een heel lange meid. Roos van? Ja, die komt van Heerenveen, dacht ik. Als ik het goed had. Als ik het goed heb, dan is het Roos en nog wat. Ik heb die ook, ik heb die meid ook op Instagram. Ik heb alle meiden op Instagram bijna. Roos van de Veen. Ja, dan komt mijn deur. Mooi van. Snelheid. Zo erg. En nu nog erger, nog eens trainer. Hij kan niet eens verlies. Hij is echt heel fel allemaal, heel fanatiek. En dat is hij altijd nog geweest zo, weet ik wel. Sjaak Polak. Sjaak Polak is de oud voetballer van ADO Den Haag. Keulteheer of zo, hoe noem je dat? Die man, zo heet het toch? Iemand die... zo'n hele goede voetballer van die clubicoon. Clubicoon is hij. Van ADO Den Haag. Niks weer niet. Kom aan, Ajax.
Ja, penalty. 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 Rood, penalty, rood. Penalty. Gebeurt toch helemaal weinig, heel weinig. Gebeurt toch zo weinig. Zo weinig gebeurt er. Dan mag die Roos meteen weer weg, Roos. Roos. Roos mag meteen weer opstappen, Roos. Roos mag meteen weer naar de kleedkamer. Nummer 3. Nummer 3, ze is net ingevallen. Ze mag meteen weer naar de kleedkamer. En dan vrije trap. Of een penalty. Een vrije trap. Vrije trap. Ik vond er weinig aan de hand. Weinig aan de hand. Vrije trap. Vrije trap is dit. Je vrije trap nog wel, geen penalty. En dit moet rood zijn. Gele kaart. Gele kaart vond ik meer waard dan rood. Hè? Ja, ik vind het ook niet goed. Er is iemand geblesseerd daar van Ajax. Schijf is niet goed. Hè? Ja, er ligt iemand daar. Die is ook geblesseerd. Hoe lang moeten we nog wachten tot die verzorger erin mag? Hoe lang? Gaat allemaal wel weer beter. Dat vond ik niet rood dit. Voor de gele kaart wat. Is er niemand uit of wel? Ja, kardinaal, ja. Hier zijn kardinaals. In het begin deed het erg goed. In de Champions League wedstrijd ook. Deed het wel goed, met de laatste eruit gehaald uit de basis. Hè? Jawel, maar ze deed het erg goed toen. Ja, er gebeurt wel van alles hier in die wedstrijd. We kunnen die wedstrijd winnen, we kunnen ook verliezen. Terwijl hij spelen, alle kanten kan het ook nog. Nu helemaal met 10 man, nu ruikt Ado wat. We wisselen, nu moet hij wel. Is het kardinaals. De verdediger erin. 20. Ja, is die bakker. Is die bakker wordt opgeofferd. Moet eruit. Nummer 20 is die bakker. Is die bakker gaat er al uit. Andere kant. Dank je, jongens en meisjes. Wissel aan de kant van Ajax. Veld is vanuit op nummer 20. Esli Bakker. In haar plaats speelde nummer 26. Isa Kardinaal. Dus we gaan nu in de verdediging gooien alles. Achterin de dicht gooien helemaal. Ado Den Haag wat sterk. Je poten voor hem, meiden. Rustig aan. Eén kijk.
eigenlijk, hè? Je moet nog zo lang nog. Je moet nog zo lang. Bakker. Ashley Bakker. Zeven tot een minuut, hè? Wat? Een Eredivisie vrouwen. Nee, die kun je niet kopen. Nee. Nee, Eredivisie vrouwen. Kun je niet kopen bij Fanshop. Nee, die is er niet. Nee, je kan alleen vrouwen t-shirt kopen. Maar zonder die logo erop allemaal. Vrouwen t-shirt alleen is te koop. Voor mannen niks. Ja, maar niet met die naam AB Ambro Bank erop. Nee, zo is Ziggo. Ik heb al een keer gevraagd, kunnen we niet de ABM-bank erop krijgen? Nee, dat mag niet. En ja, voor vrouwen. Ja. Maar je mag niet mannetjes komen met ABM-bank erop. Dat bedoel ik, voor onszelf. Met ABM-bank. Vraag van Zeggo erop, ABM-bank erop. Kopen ze niet, zeggen ze dan. Dames kopen, hè? Ja, maar niet mannen met ABM-bank erop. Kom aan Ajax! Moet je nog een muts hebben? Ja, moet je een muts hebben? Ik heb er wel een hoor. Ik heb een mutsje met tas voor haar. Als je wil hebben. Je moet gewoon de derde erbij prikken, dan ben je er. Spelen! De derde erbij prikken, de derde, dan ben je er. Cijfer deur, joh, meid. Ik wil dat hij ermee. Ja, hij staat nog steeds daar elke keer. Je hoort hem helemaal praten en dan is het echt. Je hoort hem over boven iedereen uitkomen. Die gozer. Thank you.
Kom aan, ja, zet een beetje pit erin. Vaat erin, meiden. Kom aan. Bijna. Bijna. Grote bal. Kun je dus anders kop die bal weer naast. Ze willen knijpen nog. De keeper moet naar die trainer toe rennen. De keeper. Hè? Je moet mee naar voren laten we nu. Denk je dat? Ja. Net maar op, kijk maar uit. Dan mag gaan. Doeltrap. Doeltrap, lekker. De kinderen hier beneden.